Het is heel leuk om iedereen nog eens terug te zien. We hebben elkaar een paar maanden niet gezien. Om toch nog een keer eens te bevestigen, we hebben toch wel iets goed gedaan. Ik voel dat een heel bijzonder moment. Heel bijzonder. Wij, en ik spreek voor mezelf, maar velen met mij, hebben hele leuke en moeilijke tijden gekend. Maar ook wel hele dankbare momenten. En momenten waarbij we elkaar hebben gevonden om vandaag te komen tot waar we zijn. We kregen enorm veel vrijheid in onze studie. Natuurlijk, er waren wel taken en dingen die we moesten doen, maar ik ben zelf ook gedoopt geweest aan de VUB. En dat maakt eigenlijk wel dat het een heel tof gegeven was. Wat zijn de dingen die je het meest gaat missen? Ik denk gewoon de sfeer van de VUB zelf, omdat dat hier een heel open sfeer is. Heel aangename mensen, heel aangename studenten. Niet de doorsnee, kerktorenmentaliteit, en dat ga ik het meest missen. Dicht bij de Tempus, de leuke avonden. Met mijn jaargenoten, mensen van de kring, mensen van de faculteit, altijd leuke tijden beleefd. En het is toch ja, één kleine, maar warme gemeenschap eigenlijk hier aan de VUB, zeker in Jette. En dat gaat mij altijd dichtbij blijven. VUB gaat zeker nog door, ook zoals er straks besproken is. Dus voor de afgestudeerden is er ook een community waar dat we altijd nog gaan blijven voortbestaan.